Je weet niet waar je bent. Vergelijk je met vorig jaar. Zoals beloofd houden we u op de hoogte tijdens de voorbereidingen van de Mini Dakar 2011. Van groot belang tijdens de wedstrijd en zeker niet in de laatste plaats in de voorbereidingen zijn de vrijwilligers. Jan Kelder. Erik de Boer. Hendrik Kelder. We laten u nu kennis maken met de mensen van Team Hardenberg. Team Hardenberg is betrokken bij de Mini Dakar. Als de laatste Mini Dakar is afgelopen, dan gaan we al bezig met de voorbereiding van de volgende Mini Dakar. Dat houdt in dat wij samen met Nick Govers de routes gaan verkennen. Of die allemaal. Die allemaal goed liggen. Wij zijn betrokken bij de vergaderingen samen met Peter Zondag, Nick Govers en anderen van de NTA. Het publiek ziet jullie alleen op de wedstrijddag met een vlag. Is dat alles? Nee, dat is niet alles. Wij zijn soms maanden van tevoren al bezig om de rallies te verkennen, uit te zetten. En op de dag zelf zijn we meestal de proeven nog nalopen die we al inmiddels uitgezet hebben en zo. Dus ja, nee, Team Hardenberg doet wel heel veel voor de sport. Tijdens de wedstrijddag word ik vaak door jullie en door het Lint tegengehouden. Waarvoor? Omdat het Lint NW puur voor jullie veiligheid is, want auto's komen vaak op volle snelheid langs en het Lint staat op punten waar het vaak heel vaak verkeerd af kan lopen. Als de auto's daar wegkomen, kunnen ze uit de bocht vliegen. Dan komen ze hier terecht en dan is dit het gevaarlijke punt om het publiek achter het Lint te houden. Als er dan toch wat gebeurt, wat is dan jullie taak? De een gaat met de gele vlag het aankomende deelnemers waarschuwen dat er ongeluk is gebeurd. De ander gaat kijken hoe het met de coureur en de vergader is. En ik bel meestal dan wel de wedstrijdleiding in ieder geval. Nummer 73 ben ik op de zijkant. Ouders rijden zijn oké. Tijdens de wedstrijddag zie ik veel mensen in gele hesjes. Zijn er enkel baanposten? Nee hoor, we hebben ook mensen voor de tijdwaarneming. We hebben een wedstrijdleiding. We hebben één die is verantwoordelijk voor het bivak. We hebben de medische hulpdiensten, die zijn ook bij ons aanwezig. Dus het is niet alleen de baanpost, er zijn veel meer functies. Zonder vrijwilligers is geen wedstrijd. Dat is eigenlijk alles meer gezegd. Je bent heel veel tijd nodig voor voorbereiding. Wat is de lengte? Zijn er nog waterbakken nodig? Zijn er nog bepaalde dingen nodig om, ja, om de weg goed bereikbaar te krijgen? Dat soort dingen. En dan moet je op pad van tevoren. Dan heb je natuurlijk de dagen zelf. Ja, dan is het eigenlijk bijna 2 tot 3 dagen bijna rondom de klok. Je lint waait weer weg, dus je moet weer opnieuw opzetten. Hier en daar nog wat kistjes. Heel veel materiaal kun je natuurlijk niet allemaal van tevoren al neerzetten. En dan op de dag, ja, de laatste zaak nog weer natuurlijk. Dus waarom doen jullie dit werk? Omdat je als official zijn op plekken komt waar het publiek niet mag komen. Af en toe heb je geluk dat je mag meerrijden met een echte rallyauto. Ja, en daarom doen we dat eigenlijk. Dat is natuurlijk voor de sport. En we zetten ons er 100% voor in, zeg maar. Om er toch weer een mooie wedstrijd van te maken. Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken? Genoeg! Wilt u zelf official worden? Wilt u meer weten van de Team Hardenberg? Wilt u meer weten van de Mini Dakar? Ga naar onze website. Je weet niet waar je bent, maar dan ga ik je met vorig jaar.